Er zal hier achter de achtervolging op gang gezet moeten worden. Ja, kijken, hier is de Rotaar. Hoe dat zich weer houdt, of ze nog steeds aan de leiding rijdt. Jazeker, kijk wat die voorsprong is. Drie rondjes nog te doen. Drie rondjes dus voor een eenzame koploper Lisa van Elvoort. Je ziet daar achter Paulina. Dan een complete groep. Maar ja, ze heeft een seconde of 12 voorsprong. Tweemaal een rondje hier in Erf, in de wielerronde van Erf. Kan dan het plaatselijk favoriet het waarmaken. We gaan kijken, we gaan het zien. Daar is in ieder geval de motaar. Oh, daar zit ik. We zien in ieder geval nog één renseltje. Ja, en het ziet er naar uit dat er nog steeds een Lisa is. Lisa van Elvoort uit Erf. In ieder geval gaat het nog vooruit. Het gaat nog goed. Twee rondjes nog maar. Ja, nu is het alles of niks natuurlijk.
in dat shirt van Scheidel. Van wielenvereniging Scheidel, hier aan de leiding. We zagen al een heel aantal op dat podium. Ah, het is Daniek Hengeveld, die probeert weg te rijden. Maar ja, die zijn alles mee. Alles en iedereen. 4 seconden, alles of niks hier. Aan de leiding van het peloton. Rick Stol gaat hier dan dichtrijden. Ja, we gaan het zien hier. Laatste ronde, last lap. Last lap, 1-2 to go. 1700 meter nog, we gaan ons opmaken voor de sprint. Wie gaat hem pakken? Hotar is in zicht. Wie gaat de overwinning hier pakken in Erp? We gaan kijken, ligt ze nog voorop? Zit ze weer terug in dat peloton? Krijgen we sprint? Ja, ze gaat het pakken hoor. Ze gaat hier winnen. Uit Erp pakt ze hier overwinning. Oh, wat een hele mooie solo. Hier de overwinning pakken. Absolute klasse, Lisa van Elvoort. En tweede maakt het feestje compleet. Petje Gerritsen. Op vier. Hele mooie overwinning uit Erdus van Lisa van Elvoort. Hartslag van je vader is hoger dan van jezelf, denk ik op dit moment. Allemaal hier binnenkomst, ook zien we Lotte Jansen, Joën de Bruin. Kom hier. Thank you.